Stel, je bent gek op autorijden, maar je woont in een moeras. Dan kun je natuurlijk gewoon het beste verhuizen. Of je probeert het in een eend of een kever. Maar de kans dat die wordt opgeslokt door de modder is natuurlijk gewoon 100%. In de Everglades in Florida hebben ze daarom 80 jaar geleden al een heel nieuw beestje uitgevonden. De zogenaamde Swamp Buggy. Gewoon vier knoerten van wielen onder een theefortje. En dat principe gebruiken ze nog steeds. Dit is hem dan, de Swamp Buggy. Letterlijk moerasluis. En zijn natuurlijke habitat zijn de Everglades in Florida. Ze zijn voor het eerst gebouwd door jagers die hun prooi diep in het moeras wilden achtervolgen, maar daar geen voertuig voor hadden. Maar vandaag de dag heeft zelfs de plaatselijke politie zijn eigen buggy. Swamp buggies allow us to get to areas where we never could before and allows us to save lives. I would not like to do my job without a swamp buggy now that we've had it. It's great. En er is niemand zo verknocht aan de swamp buggy als de man die ze zelf bouwt, Mike Cox. It's just awesome. It's like the most powerful feeling on earth. You're just crushing through everything and driving places where no one else can drive with any other type of vehicle other than this. Veel onderdelen voor deze bijzondere vehicles zijn niet uit voorraad leverbaar. Het chassis, het dashboard en de kooi worden allemaal handgemaakt in Mike's garage. Het belangrijkste dat een swamp buggy moet zijn is robuust. Zijn hele leven zal zich op ruig terrein afspelen. Het chassis bouwt Mike met 85 meter aan stalen pijpen. Zijn team buigt elke buis tot de juiste vorm. Daarna worden de stukken aan elkaar gelast, waardoor de buggy een ruggengraat krijgt. All of our suspension components, torsion bars, shocks, the weight-bearing parts, they're all connected to this one cradle. So this one cradle is like the heart of the buggy. Now we're getting ready to install the motor. I ate my Wheaties this morning, so I can do this. Ja, maar dit is nog geen echte motor. Dit is een lege huls die nu nog als model dient. De echte motor is een zwaargewicht van 5,8 liter, van 325 pk. En Mike's andere motoren zijn zelfs nog groter. Wel 1000 pk sterk. De motorsteunen moeten al die kracht maar aankunnen. En om een perfect sluitende pasvorm te krijgen, gebruikt Mike de modelmotor. Hij positioneert de steunen precies op de juiste plek en last ze dan vast. De motorsteunen zijn niet de enige onderdelen die het zwaar krijgen. De buggy zal altijd door 1,5 meter water moeten ploegen en dat betekent roest. Het chassis krijgt daarom een speciale oranje laag van roestwerend epoxy. Om de buggy toch licht te houden na al dat staal, maken ze hem voor 50% uit aluminium. Javier snijdt een dashboard uit een plaat met een metaalsnijmachine en een plasmasnijder. Terwijl Frank 24 aluminiumbuizen in vorm buigt. A lot of times you hit ruts, you know, where, and sometimes in the water you don't know the ruts are there. And when you hit one, you could fly right out of the buggy. En eruit vliegen is niet aan te raden met alligators op de loer. Dus monteert Frank een soort vangrails om iedereen aan boord te houden. En dat is wel veilig natuurlijk, maar comfortabel is anders. Met een dek op 2,5 meter hoogte ben je verzekerd van een hoop geschut en gehobbel. En als het misgaat, zelfs een spannend potje modderworstelen met een lokale alligator. Wat je nodig hebt is een eerste klas vering. De twee assen van de buggy zijn met 8 torsiestangen aan het onderstel bevestigd. 2 aan ieder wiel. Als de wielen over de grond stuiteren, verdraai je de stangen om de klappen op te vangen. This four-link suspension makes this the smoothest ride in the swamp. Dan brengen ze de 325 pk 8-cilinder motor in positie. Little lower. Okay, perfect. I'm good. These motors are proven to have a lot of torque, a lot of horsepower, and most of all, they're reliable. You do not want to be stuck in a swamp. Het team zet de versnellingsbak erin en de aandrijfassen vast, zodat het gigantische vermogen van de motor de wielen kan aandrijven. Met de vorkheftruck plaat het dek op het onderstel. Whoa, a little bit, whoa, right there. We're good. Na nog wat lastwerk begint de Swamp Buggy echt op een Swamp Buggy te lijken.
Een modderig moeras biedt weinig grip voor een buggy van 2500 kilo. Als de wielen te hard worden aangedreven, draaien ze vast. De oplossing is een speciale versnellingsbak die veel kracht levert in een lage versnelling. En natuurlijk buitenproportioneel grote wielen. Deze zijn extra large, waardoor de lichtgewicht buggy bijna lijkt te zweven boven de Everglades. Ieder wiel weegt 135 kilo met een band van 137 centimeter en een bandprofiel van 5 centimeter. It's very difficult to get the tires on and get it right. They're very heavy, they're very bulky. One slip and they can break someone's leg. Met de banden erop is de buggy klaar voor actie. Maar een luis met de kracht van 325 paarden is stuurloos zonder stuur. Dus installeert Javier een speciale handgemaakte stuurconsole. Die net als de brandstoftank, stoelbevestigingen en de traptreden gemaakt zijn van aluminium. Nog wat puntjes op de i en de moerasluis is af. Klaar voor zijn harde leven in het moeras. We build some swamp buggies for recreational use. We build a lot for law enforcement, firefighting, and some people just like to go nuts. En Amerikanen zouden geen Amerikanen zijn als ze daar niet een smaakvol feestje voor hadden. Triple Canopy Ranch is the best swamp buggy festival in the world. It's uncontrollable chaos. I love swamp buggies because they're loud, fun and dirty. Het enige dat nog ontbreekt is een ouderwetse bumpersticker met swamp buggies doen het in de modder.